Welkom bij weer een nieuwe napraatsessie van Labyrinth. Ja, we zagen onszelf even in beeld. Net als elke week gaan we ongeveer een half uurtje doorpraten over de uitzending die je net gezien hebt. Dit keer over muziek en wetenschap. Je kunt je vragen weer stellen via Twitter, hashtag Labyrinth. Dat is Labyrinth zonder H. En als je geen Twitter hebt, stel ook je vragen via de chat. Je ziet de grote knop op de site en daar kan je naar de pagina waar je via chat ook je vragen kan stellen, opmerkingen maken. Alles wat je kwijt wil, doe dat vooral. Dan kunnen we er hier weer op reageren. In de studio zitten Cyril Ferrier, die we net gezien hebben in de uitzending ook. Neuroloog aan het UMC Utrecht. Je gebruikte onder andere Haydn in je testje net. Kies je die muziek zelf uit? Nee, deze Haydn die had ik voorhanden. Gewoon op een gegeven moment, toen ik een keer zo'n dergelijke test wilde gaan doen. En toen dacht ik van, ik moet iets hebben met waar in ieder geval de muziek ongeveer gelijk is. Dezelfde toonsoort, anders gaan mensen weer zeggen van, ja, je gaat allerlei verschillende toonsoorten gebruiken. Omdat je verschillende varianten had van hetzelfde stuk, bedoel je? Ja, het idee was dat de muziek ongeveer dezelfde muziek was. Ja. En met een beetje andere samenstelling, maar de muziek op zich wel hetzelfde. De melodie en de harmonieën. En toen bedacht ik opeens dat ik zo'n cd had met het leven over Haydn. En waar een stukje verteld wordt over dat stuk Siebenletzte Worte. En waar dus die muziek in ieder geval hetzelfde blijft. Dus dat was perfect. Dat was dus een muziek wat elke keer maar 20, 30 seconden is. Dat is perfect voor een test die ik moest ontwikkelen, die kort moet duren. Ja, je had het toevallig nog in je kast staan. Ja, dat ik in de kast staan. Het is niet per se, of ja, nee. Misschien dan ook je favoriete muziek als je dat soort dingen in je kast hebt staan. Of? Nee, het was dan een hoorcollege over het leven van Haydn. Maar ik denk, uiteindelijk denk ik dat het niet zoveel uitmaakt dat de muziek hoeft er maar niet dezelfde te zijn. Okay. Het is gewoon het feit dat er muziek gespeeld wordt. Dat er een overgang is tussen het spraak en muziek, en dan maakt het uiteindelijk niet uit dat het de ene keer Haydn is, andere keer Mozart, en andere keer weet ik veel, Coldplay. Dat maakt niet uit, denk ik. Okay, nou, hoe dat precies zit, daar komen we vast zo ook nog over te spreken. Naast jou zit Henk-Jan Honing, muziekwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En we hebben je ook net in de uitzending gezien. Je hebt onder andere onderzoek gedaan naar het ritmegevoel van baby's. Hoe zit het met je eigen ritmegevoel? Ik zag je net al meetikken met de muziek in de uitzending. Ik ben niet maatdoof. Je bent niet maatdoof. Obsessief, de andere versie ervan. Ja, dat bestaat ook. Is het een officiële aandoening? Nee, het was een grapje. Ook voor jou, als je vragen hebt, dus stel ze via Twitter, hashtag Labyrinth, of via de chat, grote knop op de site. Ga naar de chatpagina en stel je vragen. Er zijn al een paar vragen binnengekomen, dus ik begin gewoon. Sander heeft een vraag. Zijn er alles primaten of andere dieren met maatgevoel waargenomen in de natuur? In de natuur, ja. Er zijn sommige gorilla's en sommige bonobo's hebben soms kunnen ritmisch spelen op boomstammen, trommels. Maar dat is ritmisch gedrag. Maatgevoel is dat je de regelmaat kan horen in een geluidsbron, in muziek. En daarop kan synchroniseren. Dus mee kan klappen, bij wijze van spreken, of mee kan tikken. Er is nog nooit een aap gevonden die dat kan. Dat is het laboratorium waar ik mee samenwerk in Querétaro in Mexico. Die hebben een rhesusaapje geprobeerd een jaar lang te laten doen wat ook Mathieu deed in het filmpje. Dus meetappen op de maat van de muziek met een joystick. Is niet gelukt. Dus hij kan het ook niet leren. Dus daar gaat het over. Dus niet dat suggereert heel erg dat je in ieder geval niet... Maar dat je echt meegaat met een ritme. Dat je de regelmaat kan horen in de muziek. Dus dat je daarop kan dansen. Dus dat je hoort dat het sneller en langzamer wordt. Voor ons triviaal. In het luisteren in ieder geval. In het doen is nog een ander verhaal. Maar in het luisteren is het voor ons triviaal. We horen meteen dat muziek sneller of langzamer wordt. Maar het lijkt dat apen dat niet kunnen. Tenminste in die gedragsexperimenten die we gedaan hebben. Maar je hebt nu dat onderzoek in Mexico. En er was tijdens de uitzending in ieder geval nog niets bekend. Is er inmiddels al een... We weten iets meer. We weten dat we nu echt kunnen meten. Dat we een signaal krijgen op de manier zoals we dat ook bij de baby's doen. En er werd gezegd dat die apen een gedragsexperiment doen. Dat ze een beloning krijgen. Maar net zoals de baby's slapen ze. Gewoon gedurende het hele experiment en luister ondertussen naar ritmes, waarop de eerste tel van de maat een rust is. En bij de baby zagen we dan een verrassingssignaaltje, een mismatch in activity, een signaaltje wat zegt van, hey, ik verwacht iets, het gebeurt niet, mijn verwachting is geschonden. Ja. En we zijn op zoek naar dat signaaltje ook in de apen. En we hebben dat nu in andere condities al gevonden, dat signaaltje, die hersenen dat signaaltje kunnen maken.
bij onverwachte geluidssignalen. En we zijn nu het experiment aan het doen. Wat maar je weet nog niet of die aap, als die slaapt en hij hoort dat ritme, nee, en er valt één stukje weg, of die dat dan ook in zijn hersenen... Nee, het is nog net iets te vroeg. We hebben nu al ongeveer, we hebben nou 20 sessies gedaan. Hij heeft 20 keer daarna geluisterd. En ik verwacht dat we in januari genoeg weten om ja of nee te kunnen zeggen. Net te vroeg is jammer dan altijd. Ook even over jouw onderzoek, Cyril. Die patiënt Arjan, gaat dat nog steeds goed met hem? Want het gaat toch, goed. Bij mij weten gaat het... Een heftige operatie gehad. Ja, hij heeft... Schedel helemaal open gehad. Ja, dus het is twee keer open geweest. Eén keer om de elektrode erin te leggen. En de tweede keer om de elektrode eruit te halen. En ook de operatie te doen. En die was bijzonder, want tijdens de operatie is hij ook nog eens wakker geweest. Om zo veilig mogelijk te kunnen opereren. Maar dan zonder muziektestjes. Nou, want eigenlijk jouw muziektest is nu nog niet echt toegepast, begrijp ik, voor deze operatie. Maar je hebt het meer... Je bent nog aan het onderzoeken hoe we het kunnen toepassen, toch? Het is een observatie die we gedaan hebben, denk twee jaar terug, anderhalf jaar terug voor het eerst. Dat we zagen dat er, als je muziek afspeelt wat afgewisseld wordt met spraak, dat er, als we zo meten met die elektroden in het hoofd, dat is bijzonder. Dus ik ben bevoorrecht dat ik dat kan zien, die signalen kan bestuderen. Ja. En bij zo'n hele simpele overgang van spraak naar muziek, dan zien we dat er... Dat er enkele plekjes anders daarop reageren. Dat is eigenlijk vrij makkelijk in kaart te brengen. Mits je die elektroden in het hoofd hebt gebracht. Ja. En, dus je maakt gebruik van de situatie dat iemand dat matje op zijn hersenen heeft liggen. Want dan kan jij goed kijken wanneer die overgang is. Dat is precies wat we doen. Ja. Van spraak naar muziek. En als je dan ziet dat er iets specifiek reageert op muziek. En als je dan later ziet dat het ook nog eens over dat gebiedje... In ieder geval in de buurt komt. En eigenlijk steeds bij de patiënten bij u het gedaan hebben. Ligt in het gebied wat wij het taalgebied noemen in de slaapkap. Het gebied van Wernicke. Dat is een essentieel gebied in de hersenen. Wat we eigenlijk nooit mogen beschadigen bij een operatie. Mm-hmm. Als daar een beschadiging in komt. Dan kan je niet meer praten. Of niet meer het verhaal volgen. Dan verlies je taalvermogen. En als denk je dat er ook een muziekgebied is? Niet op zo'n manier. Niet op zo'n manier als taal, denk ik niet. Niet op zo'nzelfde manier als taal. Waarom denk je dat? Omdat ik eigenlijk... Het komt vaak... Een taalprobleem komt in de neurologie echt gewoon vaak voor. Een muziekprobleem, dat komt niet zo vaak voor. Ze zijn er wel, maar dat is casuïstiek. Ja, of misschien weten we het niet, hè? Er komen intussen heel veel vragen binnen, dus ik moet jullie even onderbreken. Oh, ja. Martin Eekhoff bijvoorbeeld vraagt... Ik denk dat ik muziek en melodieën beter onthoud dan een gesprek. Klopt dat? Is dat zo? Zijn mensen beter in het onthouden van melodieën en muziek? Ja, dat denk ik wel. Ja? Kijk op de manier hoe wij... En dat begint al eigenlijk bij de geboorte en bij onze scholing. We leren praten, zeg ik altijd, door jou dus vaak te imiteren en je omgeving te imiteren. En hoe wordt tegen je gesproken als je een baby bent? Dat is als muziek wordt tegen je gesproken. Ik spreek tegen een baby anders dan tegen jou nu. Maar muziek, ik weet dat mensen een hoog stemmetje opzetten als ze tegen baby's spreken. Nou, maar als je het analyseert, het geluid, dan zitten er heel veel wisselingen van toonhoogtes in. Dat klinkt, dat gaat ook richting muziek toe. En ook als je op school leren we de tafels. En die tafels die ken je nu nog steeds en die heb je geleerd in een ritme eigenlijk. Hè? Je hebt die tafels die leer je in een ritme en die kan je daardoor eigenlijk heel makkelijk onthouden. Het is een heel natuurlijke manier om dingen makkelijk te onthouden. Ja, jij zou ook meteen muziek onthouden we beter dan taal? Ja. Of dan niet? Ja, anekdotisch zijn er veel voorbeelden te geven. Maar ook bij experimenten waarbij baby's melodieën gepresenteerd worden nog voordat ze geboren worden. Gehoord is het eerste wat af is, hè? Dat is de laatste drie maanden van de zwangerschap, werkt dat gehoor al. En die blijken dus al melodietjes die ze horen tijdens de zwangerschap, als ze net geboren zijn, al te kunnen onderscheiden van melodietjes die ze nog nooit eerder gehoord hebben. Ja, dat weet je dus ook van de hersenactiviteit, dat ze van, hé, dat... Nou ja, dat zijn er meer allemaal gedragsexperimenten eigenlijk, of afgeleide maten, waarbij je kan zien dat ze in ieder geval onderscheid kunnen maken tussen bekende melodietjes die je dus onthouden hebt en melodietjes die nieuw zijn. Dus het geheugen voor muziek is ook al heel vroeg actief. Ja, een vraag van Trix, even over waar we het net over hadden. Die zegt, wolven huilen
Katers kruisen en walvissen zingen samen. Zijn primaten wel echt de enige soort die muzikaal is of die muzikaal zou kunnen zijn? Ik denk ook meteen aan vogels bijvoorbeeld, die toch ook veel met muziek doen en ritme. Ja, het probleem met muzikaliteit is dat je moet zeggen wat je nou muzikaal maakt. Wat zijn de bouwstenen daarvoor? Wat moet je minstens kunnen? En maatgevoel is daar één voorbeeld van en relatief gehoor is een ander aspect. De grote vraag is... Relatief gehoor is het gehoor van toonhoogtes. Ja, dat je een melodietje herkent, los van hoe hoog die tonen zijn, maar meer van de contour, van het verloop van de, ja. Van de tonen. De huidige theorie nou bij maatgevoel, bij dieren, is dat dat iets zou zijn wat we delen met vocal learners. Met dieren die vocaal kunnen imiteren. En dat zijn zangvogels, papegaaien, kolibries, maar ook olifanten, zeeleeuwen. Maar niet andere primaten. Dus de hypothese nou is, die voorspelt dat ons experiment bijvoorbeeld, dat geen resultaat zou geven omdat het niet een vocal learner is. Juist vogels en zeeleeuwen. Die zijn wel muzikaal als het gaat om die tonen. Nou, die zijn muzikaal. De theorie is dat het te maken heeft met het kunnen vocaal imiteren van geluid en dat daar maatgevoel een aspect van is. Het is een hypothese die ik vind hem niet geloofwaardig, dus daarom is het voor mij nog interessanter om te zien of die resensapjes het echt niet kunnen. Ja. Dat zou mij zeer verbazen. Ja. Maar goed, we moeten nog wachten tot januari. Mag ik even terugkomen op je stelling net van dat... Kort, dat, want van, nogmaals, van Arjan, er komen heel veel vragen binnen. Dus dat hij muziek gebruikt om dingen makkelijker te onthouden. Ja. Als je met muzikanten praat, kunnen ze het andersom zeggen. Dat ze een taal gebruiken om de muziek beter te oefenen of makkelijker te maken om te oefenen. Of een moeilijk stuk makkelijker te maken voor Hoe ze. Hoe bedoel je dat? Dus als ze een bepaalde melodie spelen, dat ze daar een zin bij bedenken in hun hoofd. Dus dat is eigenlijk andersom. Dus dat voor muzikanten zou het andersom kunnen dus als gebruiken. Je de melodie zonder woorden probeert te onthouden, dat je daar een zin aan plakt. Dus en dan, je... kan je een stuk makkelijker, een stukje bepaalde frasen, een moeilijk pianostuk of zo, kan je misschien makkelijker doen. Zo heb ik een septiem akkoord ooit geleerd. Wij zijn niet bang. Dat is dan het septiem akkoord. Dus andersom geldt het ook. Iode 5, denk ik. Iode V vraagt, ik heb de uitzending maar deels gezien, maar welk percentage van de mensen heeft nou eigenlijk amusia? Duidelijke vraag. 4% is de schatting. 4%, 4% is de schatting. Wereldbevolking is de schatting, heeft amusie in meer of mindere mate. Dus zo extreem als we het in de film zagen, dat is heel bijzonder. Maar in meer of mindere mate is 4%. Dus dat is best veel. Ja. En weten alle amuzikale mensen met amuzie het van zichzelf, denk je? Weet ik niet, maar Isabelle Perez heeft een test gemaakt waar je gewoon onomstotelijk kan zien of je het wel of niet hebt. Of dat je op een grensgeval bent. Ah ja, die test staat als het goed is ook op de site van Labyrinth. Waar je ook je vraag kan stellen via Twitter, hekje Labyrinth of via de chat. Ga dan voor die grote knop naar de site, zodat je via de chat je vragen en opmerkingen kan achterlaten. Een vraag van Eduard de Vries. De hartslag van olifanten past zich, dacht ik, aan tromgeroffel. Is dat iets anders dan wat onderzocht wordt bij de makaak? Veel vragen over dieren en muziek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat onderzoek niet ken. Maar stel dat dat zou zijn, aanpassen. Dus dat het, ik verwacht dan dat het sneller wordt als de tromgeroffel sneller wordt. Ja, past zich aan tromgeroffel. Ja. Ik vind het moeilijk. Dat zou ik... Integrerend. Ik wil graag de referentie. Passen mensen hun hartslag aan het ritme wat ze horen? Er is heel veel... Het is een van de aannames. Je denkt van, het komt door de hartslag. Hè? Ook met die baby's. Het is vaak het idee van, die hebben maatgevoel, want ze horen die hartslag de hele tijd. Maar dat is dus experimenteel heel moeilijk uit elkaar te halen. Want die baby's horen heel veel omgevingsgeluiden, ademhalingen, wandelen. En om dat toe te schrijven aan die hartslag is heel lastig. Ja, en alle zoogdieren horen natuurlijk de hartslag tijdens de... Ja, als baby, alle zoogdieren horen hartslag. Maar ook dat zou in de zoogdieren, denk ik. Ja. Dus veel ritmisch, niet alleen de hartslag. Dus we weten het eigenlijk niet. Maar het leukste van, als dat nou waar is, het is leuk om te speculeren. Van stel dat het waar is, dan voorspelt dat alle zoogdieren moeten dus dan maatgevoel hebben. Dus dat is een andere hypothese. Dat zou dus zeggen dat ook dat apen het zouden moeten hebben, maar dat ook dat muizen allemaal maatgevoel zouden moeten hebben. In principe, omdat ze die hartslag van die moeder horen. Dus dat gaan we dat ook in januari, jij iets weet over die lijkt niet het geval te zijn. Ja. Frederik Hemming vraagt, is het mogelijk om te zien of de patiënt ook geniet van de muziek? En dan hebben we het weer over de patiënt die we net zagen in de uitzending met dat matje op zijn hoofd. En zo ja, in welke gradatie? Is dat ook iets wat je kan terugvinden in de... Dan kom je op de emotie, hè? Het aspect van de emotie. Dat is wel moeilijk te onderzoeken, maar er zijn wel onderzoeken die de emotie aan kunnen tonen
als je luistert naar verschillende muziekstukken. En we weten wel dat in het brein bepaalde delen die specifiek zijn, die geactiveerd worden wanneer de emotie aan het spelen is. Dat is ook in de slaapkop. Tenminste, een belangrijk deel in de slaapkop, in de amygdala. Maar er speelt vast nog meer mee. Er speelt nog veel meer mee. Maar dat is niet iets wat jij hebt onderzocht? Dat is niet iets wat ik onderzoek. En dat is ook niet iets wat ik nu op mijn agenda staat om te gaan onderzoeken. Maar jij bent echt aan het kijken naar muziek en taal. Hè? Zijn die nou één op één? Want dat suggereerde de uitzending een beetje. Hè? Dat je met muziek je taal ontdekken. De achterliggende gedachte is dat het gaat om luisteren. Luisteren naar geluid. En geluid met een betekenis. En de ene vorm, je kan het zeg maar communicatie noemen. De ene vorm is het gesprek en de spraak. De andere vorm is muziek. En iedereen zal zeggen, muziek en spraak, dat is verschillend. Muziek en taal is iets verschillend. Maar dat is ook zo. Er is geen twijfel over. Maar er zitten er ook veel overeenkomsten. Omdat in ieder geval de gesproken taal en de muziek, dat zijn geluidsstromen waarin een betekenis gerecht worden. Er zit een betekenis aan. Het brein geeft die betekenis eraan. En dus de delen die betekenis geven aan de taal of aan de muziek, die liggen waarschijnlijk gewoon heel dicht bij elkaar. Ja. Omdat het onderliggende mechanisme van het ontrafelen van het geluidsstroom, dat iets is wat zeg maar alle twee in hetzelfde gebied van de hersenen gebeurt. Dus en daarom is andere input, maar het verwerkingsgebied ligt waarschijnlijk op dezelfde plek. En daarom zie je, als je die overgangen van spraak naar muziek bestudeert, zie je verschillen, omdat spraak en muziek verschillend is. Maar in de anatomie, op de topografie van het brein, liggen ze heel dicht bij elkaar. Ja. Dus dat betekent... Ja. Ja. Nou, Isabelle Peretz zou het zeer oneens zijn. Ik ben het erg eens met Isabelle Peretz. Want er is een heleboel evidentie voor dat niet het geval is. Nee, maar... Er is heel veel, met name mensen met hersenschade. Want we kunnen niet dit soort experimenten doen die Cyril heel mooi kan doen. Mm-hmm. Er zijn altijd mensen met hersenschade of die een trauma hebben gehad. En dat blijkt... Ja, dat heeft Isabelle Peretz en een aantal andere collega's bij herhaling aangetoond, dat er echt een dissociatie is tussen taal en muziek. Ja. En met dissociatie bedoel je dat het los echt van elkaar aparte, is? Juist verschillende hier. Hersengebieden, maar dat zijn waarschijnlijk altijd netwerken. Hè? Dat idee dat het op één specifieke plek is ook een heel ouderwets idee. We zagen het net letterlijk op... Het is alsof je een waterleiding ergens doorklikt en dan zegt van nou heb ik de waterleiding, het water te pakken. Het zijn altijd netwerken. Hè? Dus je moet het zien als hele netwerk. En bij het luisteren naar muziek zijn zo'n beetje de hele hersenen betrokken. Dus ik geloof dat er veel evidentie is voor een groot aantal aspecten van muziek en taal dat er verschillende gebieden betrokken zijn. Ze delen ook in een aantal aspecten, met name syntax. Daar is evidentie voor dat syntax, dus zeg maar de volgorde van woorden, ook in de volgorde van noten in muziek, dat daar dezelfde hersengebieden bij betrokken zijn. Ja, dat zou inderdaad die zijn. Maar bijvoorbeeld in toonhoogteperceptie, ja. Amusie is een hele duidelijke dissociatie. Ja. Ik zeg ook niet dat ik muziek onderzoek. Ik zeg dat ik muziek gebruik om taal, en ik denk dat je gelijk hebt, dat je zegt die syntax is, dat ontrafelen, dat er een overeenkomst zit. En die overeenkomst, dat bij elkaar zit. Maar ik toon ook tevens direct die dissociatie aan. Want het zit ook niet op dezelfde plek. Er zijn twee verschillende plekken in het brein die dat doen, maar wel dicht bij elkaar. Dus eigenlijk zeg je muziek en taal liggen niet noodzakelijk op dezelfde plek, maar je kijkt naar de verwerking ervan en dat kan je weer ervan gebruiken op het moment dat je in hersenen gaat snijden van oké, dat gebied dat is het precies, moeten we in ieder geval niet hebben. Ik ga toch weer naar de volgende vraag, want ze blijven binnenstromen. Lotte Bovi zegt, ik mis soms het onderwerp hoe mensen in coma of die hersendood zijn reageren op muziek. We hebben natuurlijk net met die baby's, daar sliepen ze, dus dan merk je in ieder geval een reactie. Maar weten we iets hoe dat zit met coma of hersendood? Bij hersendood zal er geen reactie zijn. Nee, dat is ook meteen mijn gedachte. Er is wel casuïstiek, maar dat is niet mijn onderwerp, dus daar weet ik niet het fijne van. Ja. Maar dit is casuïstiek dat wel reactie is op muziek bij comateuze patiënten. Maar diezelfde casuïstiek is er ook van wanneer iemand spreekt, een bekend iemand spreekt.
tegen die komen. Dat ze daar ook op reageren. Ja, dat daar ook een reactie op te meten zou kunnen zijn als je de methodes hebt om het te meten. Het is een van de onderwerpen waar wij onderzoek naar doen. Om te zien, want bij die baby's, die hebben geen aandacht, hè, die slapen, die zijn zeg maar onbewust. Mm-hmm. En we zijn een groot onderzoeksthema binnen het Cognitive Science Center in Amsterdam bezig om te zien in hoeverre bewustzijn een rol speelt bij muziekperceptie. En we zijn precies in kaart aan het brengen of nou, bijvoorbeeld maatgevoel of dat een onbewust iets is. Is dat iets wat je zelfs je hersenen verwerken als je slaapt of als je geen aandacht hebt voor iets. Ja. Dat lijkt het geval te zijn. Maar dat zijn we precies in kaart aan het brengen. Dus zeg maar, ook dat een interessante vraag, wordt nog onderzoek naar gedaan. Van welke dingen worden nou bewust en welke dingen worden nou onbewust verwerkt. En het lijkt dat er heel veel aspecten van muziek toch onbewust eigenlijk of zonder aandacht al verwerkt worden. Martin Eekhoff vraagt over taal en muziek. Hebben mensen die amuzikaal zijn mogelijk ook een beperking in taalbegrip? Ze hadden het net over van de verwerking ligt in ieder geval wel waarschijnlijk op dezelfde plek in het brein. Maar op het moment dat je amuzikaal bent, ben je dan ook minder goed met taal? Nee, die stelling zou ik niet willen ondersteunen. Daar heb ik geen enkele aanwijzing voor dat het zo zou moeten zijn. Nee. Oké. Okay. Maar ik heb daar geen... Nee. Wel de andere kant op. Daarvan is pas ook weer in Nature een artikel verschenen van Nina Kraus. Dus mensen die heel erg muzikaal getraind zijn, blijkt dat er een soort transfer is. Dus een overdracht van mensen die heel goed nuances in muziek kunnen horen, dat ze daar ook een voordeel bij doen in taal en andere auditieve taken. En dan zijn ze beter in taal? Scoren ze op bepaalde testen beter inderdaad. Dus dan heeft het een positieve invloed op je andere vaardigheden. Dat is wederom een voorbeeld van een synergie tussen taal en muziek. Dat uiteindelijk toch blijkbaar dezelfde structuren of netwerken in ieder geval voor een deel elkaar positief beïnvloeden blijkbaar. Ja, maar dan zou je ook verwachten dat ze elkaar negatief kunnen beïnvloeden. Ja, maar als je het ene niet kan, dat je dan ook... Ja, maar het andere niet kan. Maar daar hebben we nog geen aanwijzingen voor. Nee, maar hier gaat het om training, zeg maar. Training in de dus lange training in muziek. Hè. Dus, ja, maar om dat nou synergie te noemen, dat weet ik maar niet. Over training gesproken, ik heb een mooi bruggetje. R. Hadders vraagt, is gevoel voor ritme aan te leren of een goed ritmegevoel aan te leren? Ja, goede vraag. Jeetje. Ja, ritmegevoel en maatgevoel, hè, dat moet je uit elkaar halen, dus dat is belangrijk. Dus maatgevoel is regelmaat horen, regelmaat vasthouden. En ritmegevoel, dat is iets... Ja, in het luisteren denk ik... Wat is ritmegevoel ten opzichte van... Ja, ritmegevoel, in het luisteren is het bijvoorbeeld dat je heel goed... bijvoorbeeld dat je Bulgaarse ritmes heel goed kan onderscheiden van Amerikaanse liedjes of zo. Dat je een gevoel hebt voor die nuances en dat je hoort wanneer er iets niet klopt. Nou ja. Dat blijken hele jonge baby's ook heel goed te kunnen. 6, 7 maanden oud kunnen heel goed die verschillen horen. Okay, hun ouders al niet meer. Maatgevoel is puur dat je... En maat is regelmaat horen. Horen dat het snel of langzaam is. Heel simpel, zeg maar. Ja. Maar in het doen is natuurlijk heel wat anders. We hadden het voor de uitzending even over tamboerijn, pandero spelen. Doen is heel... Dat is veel lastiger. Maar dat is ook de acrobatiek van het spelen, hè, net zoals elk ander instrument. En dat noemen heel veel mensen ritmegevoel. Als je heel goed op een trommel kan spelen. Ja, maar gewoon op een tafel maar het horen, met ritme mee dat tappen. Dat, als je hoort van, dat is Braziliaanse muziek of dat is jazz. Dat heb je ook ritmegevoel. Ja, dan, dat, en dat kunnen veel meer mensen. Dat is eigenlijk heel moeilijk om mensen te vinden, zoals ik al eerder zei, die dat niet hebben. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. Maar kan je het leren? Kan je leren om beter op die tamboerijn te slaan of op tafel? Ja. Of, mensen kunnen ontzettend veel leren. En dan ga je ook, dat is het grappige, dat staat in een stukje op mijn extra materiaal op de site. Ik wist niet dat ze dat stukje hadden gefilmd en dat ze het uitgezonden hebben daar op die site. Er staat ook van dat ik ben die pandeel gaan spelen een jaar geleden. Om te je hebt ook een stukje video even op de site, want jij speelt pandeel. Nou, ik speel piano en toen dacht ik van ik wil Zuid-Amerikaanse ritmes gaan leren op de piano. Dan dacht ik van ik ga een instrument pakken om dat te gaan leren. En dan kijk ik wat mijn gevoel is als bij luisteren naar ritmes. Of dat beter wordt, of ik makkelijke dingen kan herkennen. De hypothese zou zijn ja. Mm-hmm. En het is ook zo. Als je gewoon gaat oefenen en iets gaat leren, dan is het best veel leuker luisteren. Voor mij in ieder geval. En op die manier heb jij je ritmegevoel getraind, zeg je eigenlijk? Ja. Ik denk dat het op die manier de ritmegevoel in ieder geval een deel getraind is, ja. En voor mij is dat dus niet zo verrassend dat we dingen kunnen leren. Nee. Voor mij is het veel verrassend wat je vanzelfsprekend kan vanaf dag 1. En dat zijn die hele basale dingen die we niet delen met andere dieren. Dus dat is een beetje het spanningsveld.
Een vraag van Arjan H. Als melodieën al vroeg herkend worden door baby's, dan zou je misschien verwachten dat bepaalde toontalen ook sneller te leren zijn. En met toontalen, daar bedoelt hij, neem ik aan, Chinees mee bijvoorbeeld, waarbij de klank van, of de manier waarop je een woord uitspreekt. Ik ben ooit in Vietnam geweest en long betekent iets anders dan long of zoiets. Ja, ja. Ja, er zitten we elkaar nog flink in de haren op het moment op de neurowetenschap en muziekconferenties. Vertel. Er is één groep die zegt van toontalen lenen van muziek, omdat die toonhoogte sensitiviteit heb je nodig om woordbetekenis goed te kunnen doen. Die zeggen ook, het is ook ouder, want toontalen is iets wat vroeger waarschijnlijk, dat er veel meer toontalen waren, dat het langzamerhand die functie uitsterft in alle talen, dat is de hypothese die ze hebben. Anderen die zeggen dat het heel gescheiden is, dat het niets met elkaar te maken heeft, omdat er verschillende hersengebieden bij betrokken zijn bij het herkennen van toonhoogteverloop in spraak. Dus bijvoorbeeld Isabelle Bretz is heeft een aantal onderzoek gedaan waarin zij heeft laten zien, terwijl andere onderzoeken weer tegengesteld hebben laten zien, dat mensen met die een toontaal machtig zijn, dat die toch ongevoelig kunnen zijn voor melodieveranderingen. En vice versa bijvoorbeeld. Dus zij konden dus die dubbele... Dat ze de melodieën eigenlijk of de toonhoogtes in de taal wel kunnen onderscheiden. In taal wel oppakken, maar niet in muziek of andersom. Daar zijn er enkele voorbeelden van. Maar er zijn ook andere onderzoekers in Engeland die hebben laten zien dat het wel degelijk een effect heeft. Ja, hoe zie jij dat, Cyril? Nou, ik ben erg geïnteresseerd in... Als neuroloog ben ik geïnteresseerd in functies, waar zijn functies in het brein? En dan in dit geval taal. Waar zit taal in het brein? En ik ben al een tijd geïnteresseerd in hoe de taal gelokaliseerd is in het brein bij Chinezen. Vanwege dit probleem en vanwege mijn interesse voor tonen en toonhoogtes. En de literatuur daarover, over taal en lokalisatie van taal, wordt gedomineerd door Anglo-Saxische literatuur. Dat is niet over de toontalen. Dus eigenlijk maar. Wil je onderzoek gaan doen in Azië? Ik zou bij deze spreker geïnteresseerd zijn hoe we hebben het gehad over het gebied van taal. En dat noem ik in de slaapkap het gebied van Wernicke. Hoe dat er nou uitziet en wanneer het geactiveerd wordt bij Chinezen. Dus daar ben ik geïnteresseerd naar. En ik heb daar een review naar proberen te doen met een student, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar iemand mag zich vrijwillig aanmelden om dat te komen uitzoeken voor me. Nou, bij deze, dus, de oproep is gedaan. Ook even een oproepje. Laatste vragen, opmerkingen of reacties kun je nu kwijt, want we zitten bijna aan onze tijd. Intussen deel ik nog een klein beetje water uit. Dus volgens mij is dat nodig. Tom en Anna vragen, kan muziek duidelijk maken hoeveel invloed een hersenbeschadiging in het spraaktaalgebied heeft? Dus kan muziek duidelijk maken hoeveel invloed een hersenbeschadiging in het spraaktaalgebied heeft? Kan muziek duidelijk maken hoeveel invloed een hersenbeschadiging heeft in het spraaktaalgebied? Nou, dat weet ik niet. Ik vind het ook een ingewikkeld merk, hoor. Het probleem is dat je een muziektest moet hebben, die gevalideerd is. Nee, ik begrijp de vraag eigenlijk niet. Nee. Misschien kun je nog een keer stellen, Tom en Anna. Ja, precies. Sommige vragen zijn gewoon in taal lastig te volgen. Michelle vraagt, zou er een relatie kunnen bestaan tussen de sociale positie van een kind of volwassene binnen een groep en het ritmegevoel van iemand? Dus het gaat eigenlijk ook weer over die het nut eigenlijk, hè? Het sociale nut misschien van muziek bij mensen. Ja. Jeetje. Ik zag eerder ook een vraag erover. Ik ben even kwijt van wie. Ja. Die vroeg zich ook af van, is evolutionair nut van muziek niet ook gewoon aanzien en denken aan groepies? Ja, want het is van waarom is het? Dus eigenlijk de waarom vragen. Die zijn altijd zo ontzettend moeilijk, maar wel leuk om over na te denken. Een van de van waarom zou je nou maatgevoel moeten hebben, is een van de motivaties daarvoor is ook dat en dat zei Isabelle Peretz ook even kort in de aflevering, is dat je kan samen dansen, je kan je meer sociaal samen zingen. Dat is een belangrijk sociaal bindingsmiddel. Dus om het groepsgevoel, de sociale cohesie van de groep te versterken, speelt muziek een hele belangrijke rol. Dus dat zou evolutionair indirect de rol van muziek kunnen verklaren. Maar dan zou je ook kunnen hebben. Primaten verwachten.
Die nou, bij ook... sociale dieren, die, ja. Een bepaalde groep. Dus dan vraag je bijvoorbeeld bij papegaaien, dat zijn ook hele sociale dieren en daar zien we maatgevoel. En bij chimpansees, dat zijn wat kleinere groepen, dus nou goed, daar zijn discussies over. Mm-hmm. Maar de vraag is meer van, kan je dan in de groep je sociale positie hoger of lager maken door beter ritmegevoel te hebben? Ja, zo'n jongen die Mathieu ja. zonder ritmegevoel... Ja. Ligt hij er heeft helemaal uit sociale, bij zijn ja. vrienden. Ja. En ik heb met hem een gesprek gehad. Dat is niet in de aflevering tegengekomen. We hebben een teleconferentie gehad. Waar ik eerst met hem sprak. En hij zei van ja. Je vraagt hem misschien van. Ja, jullie doen zoveel onderzoek naar maatgevoel. En jullie maken dat heel belangrijk. Maar ja, ik mis volgens mij helemaal niks. Het is misschien niet het antwoord wat jullie willen horen. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet het gevoel dat ik iets mis. Dus dat vond ik wel een grappig antwoord van hem. Maar hij zei wel dat hij het in zijn puberteit, dat hij met gitaar spelen wat hij niet zo goed kon. En dat hij met dansen, dat hij het wel het gevoel had dat hij een beetje... Ja, hij was jaloers op Zuid-Amerikaanse vrienden, geloof ik. Dus het heeft wel in die zin wel een sociaal effect. En er is nog een andere theorie die zegt van dat muziek een sociale rol speelt, maar zelfs wel een sociale rol in de zin van seksuele selectie. Hè? Dat was Darwin's idee. Ja, nou ja, net eerder had iemand opmerkt van denk aan groupies inderdaad. Dat gewoon ja. muziek is goed voor je seksuele ja. voorplanting. Of je voorplanting gewoon. Ja. Nou, dat was Darwin's idee. Van ja. muziek heeft qua natuurlijke selectie heb je geen enkel voordeel. Je past je niet beter aan je omgeving. Maar je selectie. Bent aantrekkelijk als je heel goed ritmegevoel hebt en heel goed gitaar speelt. Ja. Dus dat was zijn ja, ik vind hem niet geloofwaardig. Nog één keer Tom en Anna, want die hadden we even net een beetje in de lucht laten hangen. Ze zegt, onze dochter reageert op muziek en maakt klanken, maar kan niet echt praten. Hoe zit dat dan? En kan er dus met een muziektest worden nagegaan of er taalactiviteit überhaupt aanwezig is in de hersenen? Nee, zover zou ik nu niet willen gaan om in dit geval... Kijk, blijkbaar spreekt ze niet. Kan niet echt praten, maar reageert wel op muziek. En dus dat is blijkbaar zo iets met de taal dan missen. En ik weet niet of muziek hier het juiste middel is om via aan te tonen of er nou wel of geen taal is. Dus wel of geen taal is, dat merk je in deze geval of er communicatie ja. is zonder die muziek dan. Of ze daar reageert op gewoon de taal en of ze de spraak ontwikkelt. Ja, het is eigenlijk een beetje de discussie die we eerder hadden. Hè? Van er is wel een gebied waar beide verwerkt worden, maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze... één op één zijn, zeg nee, maar. Nee, dat betekent niet noodzakelijk dat ze één op één zijn. Nee. Ja. Even een laatste vraag, want we zijn echt al over ons half uur heen. Benno die vraagt nog, zijn de muziekwetenschappers ook muzikant? Nou, van jou hadden we net al gehoord dat je die trommel, ja, waar ik de naam steeds van vergeet, speelt. En ik piano. Ik zou me niet echt muzikant noemen, maar ik ben gewoon een hobby pianist. Maar gewoon ik speel piano vanaf kinds en sinds een jaar ben ik met die pandero aan de gang. Maar pandero, dat was hem. Dat en jij, Henk-Jan? Ik ben iemand van alles of niets. Dus ik ben opgegroeid als muzikus, maar toen ik de wetenschap eenmaal inging, heb ik dat allemaal verkocht en niet meer. Dus wat, nu wat, is het wat deed wetenschap. Je? Wat deed je ooit? Piano. Ook piano. Ja. Nou, een gezelschap van pianisten hier. Dank jullie wel allemaal voor je reacties en vragen. En ik weet dat we er heel veel gemist hebben, maar ja, we houden het toch op een half uurtje. Het is lastig kiezen altijd. Dank jullie wel ook Cyril V.J. en Henk-Jan Honing. Volgende week natuurlijk weer Labyrinth. Dan gaat het nog steeds over de hersenen. We zien opnieuw Arjan, maar dan met hoe hij met zijn brein ook computer kan aansturen. Neuroelektronica. Zondag is er weer Labyrinth Radio op de radio tussen 8 en 9 op Radio 1. En op de site kan je nog een aantal tests doen om te kijken bijvoorbeeld of jij amuzikaal bent of niet. En ook wat je muzieksmaak zegt over je persoonlijkheid. Dus blijf op deze site. Dank jullie wel.